Leg deze studie in uw hand met God en kom tot uw doel met ons. Kom, verheerlijk uzelf, Vader. Verheerlijk uzelf deze avond. Verheerlijk uzelf, Heer. In de naam van Jezus. Amen. Ik ben geen profeet. Tenminste, ik ben niet in de bediening van een profeet. Terwijl ik vanavond zat, ik wil u vragen, u die hier zit, schrijf dit op. Als u opschrijft of noteer het. Terwijl ik daar zat, Pastor Frank zei de Heer tegen mij, zeg aan dit huis dat ik een speciale taak heb voor haar in dit land. En dat als de Heer spreekt over dit huis, betekent dat elk een van u is daarvoor verantwoordelijk, niet alleen de leiders. Suriname, ik heb u al een paar keer gezegd, staat aan de vooravond van iets nieuws. Zo nieuw dat we ons gaan afvragen, wat gebeurt er in dit land? Alles gaat vanuit de kerk. Alles wat in een land verandert, gaat vanuit de gemeente. Als wij zitten te slapen, als wij niet doen wat God van ons vraagt, gebeurt er niets. Als het in een land niet goed gaat, maar één groep schuldig, de gemeente. Niet de politiek. Ik moet weer zeggen, als het in een land niet goed gaat, is dat schuld van de gelovigen. Dat gaat u bewijzen. De prediking gaat niet daarover, maar de Heer spreekt tot mijn hart om het met u te delen. We gaan naar 2 Kronieken 7. Halleluja. Deze tekst kennen we, maar het is belangrijk om een tekst, een gedeelte van de Bijbel, te begrijpen en te zien tegen de achtergrond van wat God wil zeggen. 2 Kronieken 7. En apostel Frank, geloof mij, God gaat iets groots door dit huis doen. God gaat iets groots door dit huis doen. Niet om op te scheppen, maar omdat God u en mij wil. God kan geen boom gebruiken. God kan alleen bij ons gebruiken, want wij zijn geschapen naar zijn beeld en volgens zijn gelijkenis. Gods heerlijkheid kan niet alleen door mensen openbaren. Hij heeft u uitgekozen. Hij heeft elk een van u uitgekozen. Ja, maar we zijn met weinigen. Elke beweging van God begint met weinig mensen. Kijk nooit naar aantallen. Elke beweging van God begint met een paar mensen. God, die macht heeft over alles en iedereen, heeft u in het hart gegeven om vanavond te komen. Dus u bent verantwoordelijk. God houdt u persoonlijk verantwoordelijk voor deze boodschap. Kunt u me volgen? 2 Kronieken. Kijk, we gaan even lezen vanaf vers 13. Ik ga het lezen, dan ga ik u uitleggen wat daar staat. Er staat, wanneer ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer ik de springhaan een gebied het land kaal te vreten, indien ik de pest onder mijn volk zend. Stop. 13 heeft het over een economische malaise. Israël was een agrarisch land. Als het in een agrarisch land niet regent, is er niets om te eten of om te verkopen. Dus het is een economisch probleem. 1. 2. Als ik springhanen gebied om het land kaal te vreten, als al het gewas wordt opgegeten, is er een economische malaise. Dit stuk heeft het over economische problemen in een land. Ik bid God dat u me verstaat vanavond. Derde punt. Indien ik de pest onder mijn volk zend, de pest betekent mensen gaan ziek worden en gaan dood. Economische malaise. Gaat God verder? Dus u moet goed begrijpen,
die economische malaise wordt door God veroorzaakt. Problemen. Kijk, alles wat in een land gebeurt is Gods hand. Hoort u mee? Mensen hebben die macht niet. God zit nog steeds op zijn troon. En hij, volgens bepaalde principes bestuurt hij het land. Het land wordt niet bestuurd vanuit DNA, hoor, vanuit Gods troon. Gaat hij verder. En mijn volk, en nu komt het, en dit stuk kennen we wel. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen. Stop. Is Gods naam uitgeroepen over de ongelovigen? Nee. Hij is uitgeroepen over u en over mij, want wij kennen hem. Mensen die niet in Jezus zijn, kennen God niet. Ze praten over hem, maar ze kennen hem niet. Zijn naam is niet over hun uitgeroepen. Ze kennen hem niet. Ik wil het goed. Maakt nu uit wat voor etiket ze hebben. Ja, geloof in die. Als je Jezus niet kent, ken je God niet. Punt. Jezus zegt, alleen door mij ga je de Vader kennen. Dus wie niet in Jezus is, kent God niet. En Gods naam is niet over die persoon uitgeroepen. Gaan we verder. Dank u Jezus. Voor deze openbaring. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich. En zij bidden en zoeken mijn aangezicht. En nagaan. God zegt dat zijn volk zich moet bekeren. Mensen die in Jezus zijn, moeten zich bekeren, zegt de Bijbel. Kom maar eens aan, ik ben in de Heer, ik doe geen zonde. Is niet waar. Anders schrijft God dit niet in zijn woord. Dat betekent, ook al ben je in de Heere, misschien is het zonde niet dat je steelt of hoereert. Maar misschien is het zonde dat je niet genoeg bidt. Misschien is het zonde dat je niet omkijkt naar die andere persoon. Misschien is het zonde dat je hoogmoedig bent. Misschien is het zonde dat je denkt dat je geweldig bent. Misschien is het zonde dat je neerkijkt op andere mensen. Zonde is niet alleen hoereren en stelen hoor. Verder. Dit is één, zo grootmoedig is. Dat hoef ik je niet uit te leggen. Grootmoedig is, zeg heren, ik ben een zondig mens. Ik bedoel, uit de zonde geboren. En ik moet me verootmoedigen voor u. Ik zeg, heren, doe met mij wat u wil. Eigenlijk, op die manier moet je grootmoedig zien. Je vernedert je voor God. Zeg, heren, alleen u bent goed. Ik uit mezelf ben niet goed. Het wordt tijd dat we ophouden met die valse religie. Ik ben het de Heer. Ik doe nooit iets verkeerds. Is die waar? Gaat die verder. 1. Je verootmoedert je. 2. Je bidt. 3. Je zoekt je aangezicht. En omdat je die drie dingen doet, ga je ontdekken wat fout is in je leven. Dan ga je bekeren van die dingen. En dan gaat hij verder. En hij zegt. Dan zal ik uit de hemel horen. Hun zonde vergeef. Wiens zonde? Niet de zonde van de onbekeerde. De zonde van de gelovige. En hun land herstellen. Dus het land wordt pas hersteld. Wanneer u en ik. Dit doen. Ons verootmoedigen. Bidden. Zoeken God. We bekeren ons. Verstaat iemand me vanavond? Dan was God voor het land herstellen. Terwijl ik daar zat, zei de Heer tegen me. De Heer op een bepaalde manier liet God me zien. Dat hij dit huis wil gebruiken om een belangrijke taak, een belangrijke rol te spelen in dat herstel. Kijk zo alsof je het niet begrijpt. God wil dit huis gebruiken om een belangrijke rol te spelen in dat herstel van Suriname. En daarom, apostel Frank, is de kerk zo aangevallen. De boze weet wat God gaat doen via dit huis. Maar laat me iets verklappen aan jullie. Vandaag is mijn derde woensdag. Vanavond heb ik een heerlijkheid ervaren.
een zalving en een kracht ervaren die die tweede weken niet heb gehad. Die eerste twee weken niet heb gehad. En mijn gebed was, Heer, laat er een stijgende lijn zijn in wat in dit huis gebeurt. Als ik word uitgenodigd als gastspreker, dat betekent dat God mij gaat gebruiken. Hallo, om dingen te zeggen, om dingen in gang te zetten, om dingen uit te spreken, want ik ben een gast. Ik neem het niet lichtelijk dat ik hier ben om te spreken. Ik ga ergens spreken. Ik neem het serieus. Dus ik ga God zoeken voor richting, voor openbaring. Heer, wat moet ik zeggen? De Heer heeft me gezegd, zeg dit huis. Ik hou dit huis verantwoordelijk voor het herstel van Suriname. Toen de apostel net sprak over wat jullie gaan doen, ik was zo blij. Want dat zijn die tekenen van herstel. Lofprijzen, God zoeken. Amen, omkijken naar elkaar. Eerste gemeente, dat is de modelgemeente. Die mensen kwamen elke dag samen. Misschien niet in de kerk, maar ze kwamen elke dag samen. Ze kenden geen zondag, vrijdag of woensdag. Wij zijn door de boze zo beïnvloed. Nee, dinsdag is voor basketbal. En donderdag is voor, kijk ik naar USA herstellend. Weet je hoeveel christenen hun tijd vergooien aan die onzin? Sorry dat ik zo praat hoor. Britain's Got Talent. So what? We moeten gaan leren prioriteiten te stellen in ons leven, mensen. Hoeveel, zoveel tijd vergooien we aan gekke dingen. Dingen die geen eeuwigheidswaarde hebben. En ik denk dat dat de grootste zonde van de kerk is. Pas niet meer begrijp ik op nog een sociaal leven. Je sociaal leven is in de kerk. We lazen verleden keer dat die mensen waren bang om zich aan te sluiten bij de gelovigen. Vanwege die heiligheid, die kracht. De christenen waren anders. Hun leven was anders. Een van de dingen, de apostel net aangehaald. Niemand pinaarde. Ik kan maar het Surinaamse woord gebruiken. Niemand pinaarde in het huis des Heren. Dat is een grote zonde. Dat sommige mensen in de kerk pinaren omdat anderen niet naar ze omkijken. Het is een zonde. Hiervan moeten we ons bekeren. Frank, sorry. Alles is niet goed hoor. Alles is niet goed. Alles is niet goed in het huis des Heren. Als dat het geval was, dan was Suriname anders. God gaat het land herstellen wanneer zijn volk bepaalde dingen doet. Niet die mensen buiten. Dan doen we het één keer. Ja, we gaan samen. We gaan verontmoedigen. We gaan een dag houden. Het moet een leefstijl zijn. Niet één dag. Het moet een leefstijl zijn. We zijn zo religieus geworden. Oh ja, ik heb een leven in de kerk. En ik heb een leven op het werk. En ik heb een leven thuis. Alles moet hetzelfde zijn. Je kan je niet anders voordoen in de kerk dan op het werk en dan thuis. Maar dan zijn we huichelaars. Sorry, ik kan een beetje hard over, maar de Heer zegt me, ik moet het zeggen. Want soms vraag je even, wat doe ik verkeerd? Waarvan moet ik me bekeren? Van lauwheid. Van ongeïnteresseerdheid voor de dingen van God. Zonde. We zijn werelds aan het denken in het huis des Heren. Gaan we daar niet gaan. Heer, ik heb gezegd wat ik moest zeggen. Ik heb mijn deel gedaan. Maar we gaan naar die boodschap. Want God gaat tot u spreken. Ik heb het niet tegen u persoonlijk hoor, mensen. Het is wat God me geeft om te delen met u. Ik heb u gezegd, ik ben een gast. Dus ik moet met een boodschap komen voor u. Amen? En het is geen bla bla boodschap. Mensen die me kennen weten, ik praat niet zomaar. Op mijn mond. Als ik niet moet zeggen, dan hou ik mijn mond. Maar vanaf heeft de Heer me gezegd, doe je mond open en praat. Dus heeft u de andere kant gezien van mij. Ik ben niet alleen een leraar, maar ik kan ook dingen profetisch doorgeven. Amen? Bent u nog een beetje blij met me? Ben je boos op me? Zou ik zeggen, gelukkig roos, zet hem op je hoed, dan ben je morgen weer goed, want ik ga zeggen wat God me zegt om te zeggen. Amen? Dan wil je een applaus geven.
We hebben gesproken over de gemeente, weet u nog? En ik zei, Heer, waarom moet ik praten? Want de gemeente is een organisme, is een lichaam. Het leeft. Het leeft, het doet dingen, het ademt. Het voelt, het spreekt, het doet. Elk lichaam doet dat toch? Ik praat hier, mijn lichaam beweegt. Omdat ik leef. Het lichaam van de Heer is ook zo, het beweegt en het leeft. Ga even naar Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4. Staat die subtitel, tenminste dat hebben mensen geschreven, eenheid en verscheidenheid in de gemeente. Ga ik even praten over de vijfvoudige bediening. Ga maar even dat woord bedienen omschrijven. Bedienen is iets doen voor andere personen, niet voor jou. Als ik u bedien aan tafel, dan breng ik eten en drinken voor u. Dus niet voor mij. Bediening is altijd ten behoeve van iemand anders. Nooit voor jou. Je hebt geen enkele bediening, je hebt niks. Je bent een dienstknecht of een dienstman. Wat ik wil zeggen is, ik heb de bediening van dit. Je moet gewoon zijn. Een dienstknecht is eenvoudig, is nederig. Een dienstmaagd ook. Dit is een van de zonden in de kerk. Ik heb een titel. Mijn broer vertelde hem een keer. Iemand was pastor geworden. Iemand heeft die man genoemd broeder. Boy. Als hij had gezuster, mocht hij zo reageren. Mijn broeder gezegd, hij is toch een broeder? Mensen, in de eerste plaats zijn broers en zusters van elkaar hoor. Die dingen zijn gewoon, hoe zou ik het zeggen, God heeft omdat God met een bepaalde structuur werkt, die doet dit, die doet zelfs, die doet zo. Maar niemand is meer dan een ander. Jezus zegt, de hoogste zijn moet je in ieders dienaar zijn. Hij heeft het bewezen. God die alles heeft geschapen, heeft zich vernederd. Heeft voeten gewassen van mensen die hij heeft geschapen. En wij hebben zoveel hoogmoed. Kent u dat? Hey, we zijn fout bezig hoor. Geestelijke pastor, ik wil niet maar groeten. Ik ben niet van zijn stand. I don't know, misschien houdt hij niet van me, ik weet niet. Een pastor. Ik groet die man. Wat kom je bij me doen? Ik leek wel op iemand die lepra heeft. Ik zeg deze dingen, we moeten ons gaan bekeren, mensen. Goed, we gaan praten over die vijfvoudige bediening. 11. De Heer heeft gegeven, zowel apostelen als profeten, zowel evangelisten als herders en leraars. Dus deze vijf bedieningen zijn gegeven. Ze dienen. Ze dienen elke gelovige om die geloven ergens te brengen. Amen? Dus we hebben die apostel gezien, we hebben die profeet gezien, die evangelist, die hadden die leraar gezien. En in vers 12 staat er om de heiligen u en ik toe te rusten tot dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam. Deze bediening van mij als leraar is om u op te bouwen. Om u ergens te brengen. Om je te brengen op de plaats waar God u wil hebben. En die plaats wordt beschreven in vers 13. Er is een plaats in God waar we de eenheid van het geloof hebben. We geloven allemaal hetzelfde. 1. 2. We hebben de volle kennis van de Zoon Gods bereikt. Wie is de Zoon Gods? Jezus. 3. We hebben de mannelijke rijpheid bereikt. We hebben de maat van de wasdom. Wasdom betekent groei. Amen. Van de volheid van Christus. We hebben bereikt 1. De eenheid van het geloof. 2. De volle kennis van de Zoon. 3. De mannelijke rijpheid. 4. De maat van de wasdom naar Christus. De volheid van Christus. Dat is het hele doel van die vijf bedieningen. Om elke gelovige daar te krijgen. Niets anders. Niemand hoeft geweldiger te doen dan de anderen. Want je bent gekomen om te dienen.
Waarom bent u zo heftig? Ik ben niet heftig. Ik wil iets uitleggen. Waarvan ik denk dat de gemeente het niet heeft gesnapt. Of eens heeft gesnapt. Maar plotseling is afgekleden en is alle rare dingen gaan geloven. Het is heel eenvoudig. Het lichaam is niet gecompliceerd. Het is eenvoudig. Gaat hij verder. Amen. En waarom is dat nodig? Vers 14 legt ons uit waarom het noodzakelijk is dat we dat nemen. Want dan zijn we niet meer onmondig. Onmondig betekent je weet niet wat je moet zeggen. Amen. Vroeger waren we onmondig. Als we deze vijfvoudige bediening niet in ons leven laten werken, zijn we onmondig. Gaan we even reverse gaan. Zijn we onmondig? Op en neer, heen en weer geslingerd. Amen. Door de invloed van allerlei wind van leer. Wind van leer betekent, de ene zegt dit en die andere zegt dat. Maar omdat je geen wortel hebt, word je heen en weer geslingerd. Als je geroet bent in het geloof. Doordat je hebt laten vormen door die vijfvoudige bediening. Geloof je die onzin niet meer. Die valse leer doet je niets meer, want je bent geworteld in de ware leer. Kunt u me volgen? Zijn we niet meer onmondig? Amen. We zijn niet meer op en neer, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer. Door het valse spel van mensen die heb je. Als je om je heen kijkt van Suriname, dan zie je nu, als je het nieuws volgt, hoe vals mensen kunnen zijn. Mensen anderen beschuldigen van dingen die niet waar zijn, is vals. Maar wanneer je Christus bent, doorzie je die dingen en je gelooft ze niet. Begrijpt u me? Tot dwaling verleid. 15. En nu, maar dan groeien wij ons aan de waarheid houden. En wie is de waarheid? Wie is de waarheid? In liefde, in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is, Christus. Gaan we even stoppen hier. Ik denk dat mijn studie vanavond een beetje, het mooie woord is academisch, dus een beetje, misschien een beetje diep gaan. Maar we moeten niet denken dat het woord van God is zo eenvoudig, iedereen kan het verstaan. Het is een geestelijke zaak. Kun je me volgen? Dus wat ik u nu uitleg is niet moeilijk, broeder, zuster. Het is niet moeilijk. U moet uw hart openstellen en de Heilige Geest gaat het u laten zien wat hij bedoelt. Ik lees gewoon wat hier staat, maar de echte leraar is de Heilige Geest die, wanneer u gaat slapen, zegt van, dit bedoelde hij. Dat bedoel ik. Halleluja. En aan hem ontleek het hele lichaam als een welsluitend geheel. Met andere woorden, als we door die vijfvoudige bediening zijn gevormd, dan zijn we het lichaam van Christus op aarde. Powerful. We veranderen omstandigheden, we veranderen landen. We kunnen dit land veranderen. Gelooft u dat? Wij hebben kracht die niemand heeft. Waarom hebben we die kracht? Alle dingen worden bestuurd vanuit de hemel. We hebben rechtstreeks een lijn met de hemel. U kijkt naar me alsof u iets wil. Waarover praat deze man? Matteüs 18. We kennen deze teksten, maar we weten niet hoe ze toe te passen, laat me het zo zeggen. Matteüs 18. Oh yes, dank u Jezus. Glorie voor Jezus. Vers 18. Oké, dat heeft te maken met in de gemeente. Maar alles wat wij op aarde aan God vragen, eenparig, gaat hij ons geven. Eigenlijk moet ik naar vers 19 gaan. Matteüs 18 vers 19. Gaan we hier zo in dit huis is er een. De apostel is een man van het woord. Dus ik moet zelf constant checken van, hey, wat je zegt klopt met het woord. Niet daarom, omdat ik God weer voor samen apostel. Amen. Hoor wat Jezus zegt. Wederom, voorwaar ik zeg u, dat als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren,
het hun ten deel zal worden van mijn vader in de hemel. Met andere woorden, als twee mensen zeggen, Heere, Suriname moet zo veranderen, gaat Suriname veranderen. Mijn conclusie is, we zijn helemaal niet in paren als het gaat om het land. Help me. Als de Bijbel zegt twee maar. En daarom zei ik, de gemeente alleen kan dit land veranderen. Het lichaam in de bedoeling, het lichaam van Christus. We zijn zo, kijk, natuurlijk moeten we ons klaarmaken voor de eeuwigheid. Maar hier op aarde hebben we werk te doen, we moeten zielen winnen, we moeten die randvoorwaarden creëren. Dat mensen kunnen groeien, mensen vooruit kunnen gaan. Ik heb hier gezegd, dat is van 2 Kronieken 7. Wanneer het in een land economisch niet goed gaat, houdt God maar één groep mensen verantwoordelijk. U en ik. Ja, maar, pastor, ik ben miljonair, in Spang. Ik ben nooit bekeerd. Als je denkt aan jezelf alleen, dan ben je nooit bekeerd. Wat mensen soms zeggen, laten die arme mensen gaan, ik ben rijk. Ik heb mensen gezien die vandaag rijk waren, morgen niets hebben. Dus. Wanneer God ziet dat je de rijkdom gebruikt verkeerd, gaat hij van je afpakken hoor. Hij heeft het gegeven. Wat hij geeft, kan hij van je afpakken, zuster. Ik voel op mijn hart om vrij met u te praten vanavond. Ik hoop dat u geen aanstoot neemt aan wat ik zeg. Ik bid de Heer dat u het woord vangt en zegt, inderdaad. Ik moet daar en daar bij sturen in mijn leven. Dit moet ik anders gaan doen. Ik ben u niet aan het veroordelen, broer en zus. Echt niet. Ik ben met u aan het delen wat God op mijn hart heeft gelegd. Dat gezegd wat ik heb gehad, apostel Frank, vanuit dit huis gaat een belangrijke rol spelen in de verandering in dit land. En die verandering, de gemeente bestaat uit mensen, u. Dus elk een van u persoonlijk heeft daar ook een taak te vervullen. Misschien moet u bidden. Misschien bidden als iets minder waard is. Ik ga u vertellen, een van de machtigste dingen die je kan doen is bidden. Want wanneer je bidt, verhoort God je en God verandert situaties. Weet je dat elke oorlog, vanaf het christendom is begonnen, is beëindigd door christenen. Geloof me niet, hè? De Tweede Wereldoorlog had gewonnen moeten worden door Duitsland. Militair waren ze sterker. Maar het zijn die christenen in Engeland die God hebben geroepen. Ik kan je een voorval vertellen. Ik hou van lezen, onderzoek doen, want ik wil dingen weten. Iemand vertelt, een piloot, een Duitse piloot vertelt tegen op uit Duitsers, ze gingen naar Engeland om Londen te bombarderen. Op een gegeven moment zagen ze heel veel, hoe moet ik het zeggen, dingen om hun heen. Toen ze bijkwamen waren ze helemaal bij IJsland. Kun je een beetje geografie kennen? Het is helemaal naar het noorden. Wat heeft engelen gestuurd om ze in de war te brengen? Omdat het volk van God riep. Tot God. Golfoorlog. Irak had, die man had een groot stuk land dat hij met mijnen bezaaid. De Amerikaanse militairen hebben gebeden, Heer, help ons. Er komt een wind. Al dat zand wegblies en je kon die mijnen zo zien. We weten niet wie we zijn. We geven de schuld aan politieke partijen. Nee, de schuld is bij ons. We klagen, we mopperen. Maar wanneer bid je dat God rechtvaardige leiders opstaan in dit land? We moeten bidden dat God rechtvaardige leiders geeft in het land. Dus ons gebed gaat dat ding doen. Komen niet vanzelf. Veranderingen komen alleen wanneer wij als Gods volk onze mond open doen. En God iets vragen. Dat lezen we hier. Heeft de Heer gezegd, je mag alleen geestelijke dingen vragen. Alles. Ik vond dat voorbeeld powerful, apostel Frank. Iemand heeft een woord van God. En die ene suffie, die neemt het niet aan. Maar God zoekt naar iemand die het wel wil en geeft het aan die andere persoon. Kies een boy.
zijn soms zo, ah nee, ik heb niets nodig. Je hebt altijd iets nodig. Ja, is ook zonde. Esau's onverschilligheid heeft hem zijn eerstgeboorterecht gekost. Mensen, we moeten opletten wat we denken, wat we doen, wat we zeggen. Wat zeggen we, wat bidden we, hoe gedragen wij ons? Ik werk alleen met heidenen, ik groet niemand. Van die mensen. Je moet iedereen groeten, zegt Jezus. Jezus zegt, je moet iedereen groeten, ook die heiden. Door je groet gaat de Heilige Geest spreken tot die heiden en hij komt tot geloof. Laten we houden bij dit groeten ding. Matthäus 5. Halleluja. Vanavond ben ik gewoon aan het delen wat God me heeft gegeven met u. Amen. Halleluja, dank u Jezus. Over groeten. Wanneer je alleen maar groet, hier is hij, ja. Okay, het staat in Lucas, staat het nadrukkelijker. Even naar Lucas. En naar Lucas. Als je alleen je broeders groet, wat heb je voor op heidenen? Wat staat daar? Want zij groeten alleen mensen die hun groeten. Je moet die mensen groeten die jou niet groeten. Je moet het goede voorbeeld geven. Even sneller, Lucas. Hey, we moeten nog zoveel dingen leren onder het mom van, ja, het zijn heidenen. Je was ook een keer heiden, Oen. Je was ook een keer heiden. Oen is geen vies woord, hoor. Dat betekent Sophie. Mag doorgaan. Halleluja. Ik ben vandaag een beetje aan, hoor. Dank u, Jezus. Wie kent die tekst? Waar Jezus zegt, ja, alleen maar groeten wie groet. Zes. Ja, de wet der liefde. Yes, Lucas 6. Dank u, Jezus. Help me even. Oké, okay. Laten we even later geen tijd verliezen hiermee. Belangrijk is, u moet iedereen groeten. U moet iedereen groeten. Onze vriendelijkheid moet bij iedereen bekend zijn, zegt het woord. Vers 31 van Lucas 6. Dankjewel. Dankjewel. Groeten? 31 zeg je? Was dat die? Ja, je moet iedereen zelf behandelen. Maar oké, er staat een stukje. Als je alleen maar groet wie jou groet, ben je nep. Ik ben ergens de wereld. Ik ga me een tori vertellen. Ik hou van tories. Ik heb een broer die is nog ouder dan die. Ik heb twee broers voor mij. En die broer werkt in een ziekenhuis of Curaçao. En die man houdt van groeten. Tot iedereen. Elke dag ontmoette hij een collega in de gang. Hij zegt, weet je, die vrouw groet me nooit terug. Ik ga er vandaag niet groeten. Kijken wat ze doet. Hij liep. Hij kwam aan. Hij heeft niet gegroet. Plotseling hoorde hij te stoppen. Hij is gestopt. Hij is genoot van die groet. Hij heeft gezegd, dag collega, heb je gezegd, daar. We hebben nog veel dingen die we anders moeten doen, hoor. Als we volgen wat Jezus zei, hebben we nog veel te doen. Dankjewel. I know you would find it. Matthäus 5, 37. 47. En wanneer je zo praat, dan moet je tegen praat. Prijs de Heer. Matthäus 5, 47. Hebben we het? Ah, hier is hij, ik heb het gezien toch. Vers 47. Indien gij alleen uw broeders groet. Ah, dus ook die heiden moet je groeten. We noemen die mensen zo denigrerend heiden. We zijn vergeten, wel, een keer ook heiden. Hallo.
zegt hij, waarin doet gij dan meer dan het gewone? De heidene doet toch hetzelfde? En wij moeten anders zijn. We moeten het licht zijn. Dus ik wil je bemoedigen, mensen. Kijk, eigenlijk wat ik wil uitleggen is, wil je weten hoe je moet leven? Bestudeer de Bijbel. De eerste gemeente, zegt de Bijbel ons, zich aan de leer van de apostelen. En de leer van de apostelen is wat Jezus hun had geleerd. Volgens mij ben ik op een moeilijk gebied gekomen nu. We moeten nog veel dingen anders doen. Amen. Een keertje zei ik tegen iemand, ja, als mensen geld van je hebben geleend, ze geven niet terug, moet je ze niet vragen. Ik ga een bom gooien hier. Als iemand je geld heeft genomen, mag je hem terugvragen? Antwoord me, mag je terugvragen? Mag je terugvragen, denk je? We gaan naar Lucas 6. Gaan we kijken, wat zegt Jezus? Halleluja, hier ook van. Het blijkt hè, dat we zo weinig weten van die leringen van Jezus. En dat maakt ons als gemeente zwak. Als ze het expres doen, is hun zaak met God. Omdat jij het niet vraagt, gaat God je nog meer geven. Begrijp je, zus? Lucas 6. Oh. En na ruzie komen zoeken je. Lucas 6. Hey, dit is heavy hoor. Wat staat daar? Vraag iemand iets van u, geef het hem. Neemt iemand iets van u, vraag het niet terug. Hey. Volgens mij, de achterliggende gedachte is, soms kan die persoon het niet teruggeven. En wanneer God gehoorzaamt, gaat God je zegenen. En gaat je belonen wat je hebt zo wil gedaan. Misschien geeft hij je veel meer dan dat die persoon je moest geven. Ik heb die hele theologie hier zo ondersteboven gegooid. Nee, ik wil je bemoedigen. Eigenlijk moeten we ons afvragen in hoeverre doen we wat Jezus ons heeft geleerd. Iets wat je niet weet, kan je niet doen. Johannes 12, vers 47 en 48. Ik wil vandaag een beetje, hoe zou ik het zeggen dan? Toch wel met u delen waar ik die dingen die ik zeg vandaan heb, dat u ze ook kunt vinden. Matthäus 12, vers 47 en 48. Je moet u luisteren hoe belangrijk die woorden van Jezus zijn. Johannes 12, vers 47 en vers 48. Johannes 12. Ja. Indien iemand naar mijn woorden hoort. Waar vinden we die woorden van Jezus in de Bijbel? Wie kan me vertellen waar je ze vindt? Waar vind je ze, die van Jezus? Waar vind je ze? Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Een beetje in Handelingen en ook een beetje in Openbaring. Het mooie, sommige Bijbels hebben die woorden van Jezus rood. Maar, dus je kan gewoon die rode letters zoeken, dan ga je zien. En dit is wat we moeten weten. We moeten weten wat Jezus heeft gezegd. Dat zegt hij hier. En iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart. Bewaren betekent, je doet ze niet. Amen. Ik oordeel hen niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden. Vers 48. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft één die hem oordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen op de jongste dag. Dus al die woorden van Jezus in het rood, als we gaan staan voor Gods rechterstoel, ik stel me voor, Apostel Frank, in een groot bord staan ze geschreven, al die teksten. Jezus vraagt, heb je dat gedaan? Nee, Heer. Dat gaat je oordelen. Moet ik het weer uitleggen? Je weet, als een rechter iemand gaat veroordelen, doet hij het op grond van wet. Wanneer wij geoordeeld gaan worden,
wordt het gedaan op grond van een wet. Welke wet? Het is niet een wet in die zin van de wet van Mozes, maar zijn die instructies die Jezus ons heeft gegeven. Die gaan ons oordelen. Ik kan niet zeggen, ja, ik ben niet eens maar dat ding. Heb je een probleem op de dag des oordeels? En ik ben gaan ontdekken, Apostel Frank, een van de dingen die met de kerk is gebeurd. Wij menen, op de plaats te zijn, dat stukje van de Bijbel doe ik niet, want ik ben het er niet mee eens. Dan ga je niet in die hemel van die man die dit geschreven. Niet meer verder. Waarom zegt hij? Dat woord gaat je oordelen. Iedereen heeft het geschreven zodat we het kunnen zien. En ik denk een van de zwakke dingen van de kerk is, we hebben onze eigen theologie gemaakt. En dan denken we dat God gaat zeggen, kom bij mij. Gaat je zeggen, nee. Werk is de wetteloosheid. Met wetteloosheid bedoelt hij, je houdt je niet aan de wet die Jezus heeft gegeven. Kan iemand begrijpen vanavond, hoor? Mensen, God is zo goed, hij heeft het zo makkelijk gemaakt. Als je niet kan lezen, zet je een klikbijbel, toch? Praatbijbel, dat ding praat. Sommige mensen houden niet van lezen. Het nadeel van het praten, je kan niet teruggaan. Ik moet toelichten wat ik bedoel. Als ik een vers niet goed begrijp, lees ik het 10 keer. Misschien kan je het met die praatbijbel doen, ik weet het niet hoor. Kan je het met die praatbijbel doen? Oké. Okay. Maar ik hoor niet van praatbijbel. Ik hoor van iets zelf lezen. Of iets lezen. Een van de dingen die we tegenwoordig doen, weinig is lezen. De kerk kan nooit op de plaats komen waar God haar wil hebben, wanneer we de woorden van Jezus niet gehoorzamen. Dat staat er. Terug aan de Handelingen 2. Ik ben zo klaar hoor. Het gaat snel. Ik ga even aan u vertellen waarom ik dit zeg. Handeling hoofdstuk 2, halleluja, vers 42. Ik heb je verteld verleden keer, er zijn vier dingen die de eerste gemeente deed. Consistent, consequent, ze weken er niet van af. Dat was 1. Ze volhadden bij het onderwijs der apostelen. Die apostelen leerden ze wat Jezus hun had geleerd. Ons staat het geschreven. Toen waren die dingen niet geschreven. Amen. Dus als je naar de kerk ging, Apostel Frank, daar stond een man Jacobus en hij citeerde gewoon wat Jezus zei. Dit heeft Jezus gezegd. En die mensen namen het aan. Ze geloofden het en ze deden het. Daarom was die kerk zo powerful. Heeft u me? Ik ga stoppen hoor. Omdat ik merk dat uw aandacht begint een beetje te verslappen. Of vergis ik me? Nee? Maar niet? Gemeen, hè? Ik weet dat het niet zo is, maar jullie een beetje. Kunnen jullie een beetje poken, zeggen Amerikaan. 1. Het onderwijs van de apostelen. 2. De gemeenschap. 3. Het breken van het brood. En 4. De gebeden. Dit deden ze. De kerk van toen. De kerk van nu. De kerk van toen heeft de hele wereld ondersteboven gedraaid. De kerk van nu, zoals de apostel zegt, is een aanfluiting, is een spreekwoord. Ze nemen kiek op ons. Omdat het goed Surinaam zegt. Ze nemen fatu op ons. Ik wil geen fatu zijn. Ik wil het licht der wereld zijn. Ik wil het zout der aarde zijn. Als ik ergens kom, moet ik iets veranderen. Zo moet u het zijn. Als u ergens komt werken, moet die hele atmosfeer op het werk veranderen. Overal waar ik heb gewerkt, zijn mensen tot geloof gekomen. Overal. Het was best wel dramatisch hoor, toen ik pas bekeerd was. Iedereen moest het woord horen. Je moet terug gaan naar die eerste liefde. Misschien moeten we terug gaan naar die eerste liefde. Ja, maar die mensen kennen, ze kennen het woord niet. U kent het woord. Als u niet praat, gaan ze niet horen. Hallo. De kerk toen en de kerk nu. We hebben het voorbeeld van de kerk toen, we vinden dat in het woord en we moeten ons afvragen op welke punten zijn we afgeweken daarvan. En dan moeten we het gaan herstellen.
Huiswerk. Huiswerk. Ik ga een bom gooien hoor. Gemeene bom. Wie van jullie leest de Bijbel elke dag? Oké. Gemeen, hè? Gemeen. Ik ben niet gemeen, ik wil u bemoedigen. Kijk wat Jezus zegt in Matthäus 4, vers 4. Het hele punt met het christendom is gehoorzaamheid. Dat is het hele punt. Je kan al je geld brengen, maar als je niet gehoorzaam bent, kan je de boot toch missen. Matthäus 4, vers 4. Matthäus 4, vers 4. Jezus zegt tot de duivel: en niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Nu, alles wat we in de Bijbel lezen, heeft God eens gesproken. Het staat nu in de Bijbel geschreven. Okay. Dus als we eten voor ons lichaam, moeten we onze ziel ook voeden. En je ziel voed je met het woord van God. Als je alleen je vlees voedt, word je een vleeselijk mens. En vleeselijke mensen worden vreselijke mensen. Uitdagen. Wie van jullie eet 3 keer per dag? Wie van jullie eet 3 keer per dag? Schaam je niet. De meeste mensen eet, ik eet ook 3 keer per dag. Maar ik ben veel met het woord bezig, dus ik ben in balans. Zo voel ik me, ben een beetje in balans, want ik mijn lichaam heeft veel eten nodig, maar mijn ziel heeft ook veel eten nodig. Dat heb ik niet meer begrepen. Als je je lichaam voedt, moet je ziel, je geest ook voeden met het woord van God. Wat is ons probleem? We zien het woord van God niet als voedsel. We zien het als, oh ja, ik moet de Bijbel lezen, hebben ze gezegd. Laat me eens snel even lezen. En Jezus zei, ik heb de Bijbel gelezen. Je hebt niks gelezen. Je hebt een paar woorden gelezen. Als je gaat eten, eet je alleen maar droog brood. Of gekookte rijst. Talk to me. Of eet je roti met niks erop. Talk to me. Je gaat roti eten met vlees, met groenten. Eet dat woord ook met alles erop en eraan hoor. Heb ik iemand bemoedigd vanavond? Ja, maar u snapt het niet. Ik kijk naar Joyce, ik ga hem geen naam. Ik kijk naar de tv, ik kijk die prekers van de tv. Ik kijk urenlang ernaar. En dan? Wat heb je overgehouden? Het woord in ons hart opslaan. Ik berg mijn woord. Word in mijn hart op dat ik tegen u niet. Ik weet dat we al deze dingen weten, maar soms wil God ons ding in herinnering brengen. Weet u die dingen? Als die verandering moet komen, als die opwekking moet komen, begint die bij ons. We moeten teruggaan naar die basis. Als we teruggaan naar die basis. Lees je Bijbel. Wat gebeurt er als je dat doet? Je gaat groeien, geestelijk groeien. Liederen zijn geweldige liederen. Het is geen oud lied. Liederen van God worden nooit oud. God heeft het eens gezegd, wordt nooit oud. Bij God wordt niets oud. Wij worden ook niet oud bij God. Heb ik iemand bemoedigd vanavond? Yes. Ik ga u garanderen, wanneer u teruggaat naar die tijd toen u de Bijbel verslond. Je gaat anders doen. Je wordt anders. Dat is een ander ding wat we ook moeten doen. We moeten elke dag bidden. Er is niet, Heere, zegen mijn hond, mijn poes en mijn vrouw, mijn kind. Er is echt bij God zitten en tori met God praten. Als je tori met God praat, gaat hij ook tori met jou praten. Onze relatie met de Heer is een, hoe noemen we dat? Een dialoog. Monoloog, 1 persoon praat, dialoog is 2 mensen praten. Als je met God praat, gaat hij je antwoorden. Waarom hebben zoveel mensen geen openbaarheid van God? Want ze praten nooit met God. God is beleefd. Als je met God gaat praten, gaat hij je antwoord geven. Amen. We moeten terug naar basic.
Matteüs 6 vers 6. Maar gij, dus Jezus maakt hier een onderscheid tussen mensen die in het openbaar gaan bidden. Iedereen gaat het openbaar bidden. En men, iedereen ziet, ja, Heer, zegen ons. En dan kijken ze, als je naar kijkt, ken je die mensen? Ze bidden in het openbaar en dan kijken ze, wie kijkt hoe geweldig ik bid. Ken je die mensen? Laten we naar het begin gaan. Ik denk vers 4. Hè? Hier gaan. Vers 4. Ja. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars. Jezus noemt ze huichelaars. Amen. Was hij staan gaat in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden om zich aan de mensen te vertonen. Zie hoe heilig ik ben, ik bid. Hij zegt de Heer, ze hebben hun loon reeds. Want God verhoort die gebeden niet. Maar dan zegt hij, maar gij... Wij, die geen huichelaars zijn, die God dienen. Vers 6. Wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Met andere woorden, hij gaat je gebed verhoren. Dit is die secret place, die geheime plaats waar jij alleen met God zit te praten. Daar ontvang je openbaring, daar ontvang je richting, daar ontvang je van God wat je moet doen. Terwijl je bidt, zegt God je, oh, de buurvrouw, de dochter is ziek, bid voor haar. God gaat je openbaren wat je moet doen. In die binnenkamer. Hoeveel van ons gaan in die binnenkamer? Hoeveel van ons gaan in die binnenkamer met God Tori praten, dat God je kan antwoorden? Hoeveel van ons doen dat, broeders en zusters? Apostel doet het tussen mannen, maar u kunt het ook. Zijn vrouw doet het, maar u kunt het niet. Sterker nog, u moet het ook doen. Anders kan God je niet gebruiken. Ik maak herrie. We kunnen allemaal dit doen. Jezus zegt, maar gij, wanneer gij bent, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur. Met andere woorden, jij alleen met God. Niemand moet komen bemoeien. Je kinderen moeten buiten. Je man moet zeggen, hé, mevrouw bent, laat me de met rust laten. Ik heb een stoel in mijn huis. Als mevrouw je deur maar open en ik zit daar, gaat ze weg. Want ik ben in die binnenkamer. Snapt u? We hebben allemaal thuis een plek. Anders moet je s'nachts bidden. Wanneer iedereen slaapt. Als je huis drukt, ga s'nachts bidden. Ik ga u vertellen. Er is geen heerlijkere plaats dan te zijn waar Jezus met jou is. En dan kom je verkwikt daaruit. En nu komt een belangrijk ding. Hè? De Heilige Geest, die weet wat die dag brengt, gaat downloaden in jou wat je moet weten voor die dag. Kunnen jullie me volgen? Ik ga je zeggen, dit gaat gebeuren, let hier op. Alles gaat hij je laten weten. Mijn verhaal? Nee, Jezus woorden. Van de 16. 13 en 14. Wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen naar de volle waarheid. Wie is de waarheid? De Heilige Geest gaat ons brengen bij het hart van Jezus. Amen? Met mijn eigen woorden. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort bij Jezus, zal hij u verkondigen. En de toekomst zal hij u spreken en hij zal u de toekomst verkondigen. Dus God zoekt in de ochtend, broeder. En iets gaat je overkomen. Gaat God je zeggen, dat gaat komen. Bid hiervoor. Bid voor het verkeer. Bid voor dit. Wat God weet, wat de boze brengt die dag. Hallo, iemand begrijpt me vanavond toch? Iemand begrijpt me toch? Daarom zijn we vaak zo zwak. Dingen overrompelen ons. Terwijl de Heilige Geest gaat vertellen wat gaat gebeuren. De duivel kan niets doen. Zonder toestemming van God, heeft de apostel gezegd. De duivel zegt, ik ga Pastor Glenn een map geven. Dat zegt de Heer, mijn jongen, kast op. Let op vandaag. Let op vandaag. Er is iets van plan. Hij gaat me laten zien. Zijn we bereid die prijs te betalen? Gaan we die binnenkamer? Maken we tijd vrij voor God? Of is het snel zijn, Heer, zegen is dag. Dank u, Heer. Oh, dank u, Heer. U bent zo goed. Ik hou van u. En dat is geen gebed. We zijn te veel op dat niveau van schietgebedjes.
Gietgebedjes schieten je dood, volgens mij. Sorry hoor, ik heb het net verzonnen. Ik heb het ter plekke verzonnen. Een schietgebed schiet jezelf dood. Mensen, maak een grap hoor. Mensen, we moeten God zoeken, man. Lezen we toch in 2 Kronieken 7. Wanneer we Gods aangezicht gaan zoeken. Als je zijn aangezicht gaat zoeken, gaat hij je zeggen: hey, my boy, Glenn. Gisteren heb je niet goed met je vrouw gesproken. Hey, wat dan? Ik was fout, vergeef me. Daar gaat hij die dingen laten zien die je moet laten. Hallo? We moeten Gods aangezicht zoeken. Wat ik u vertel nu, weet u. Misschien is het een refreshment. Willen we de kerk zien doen wat het moet doen, dan moeten we terug gaan naar de basis. Daarom is de titel van die studie, de kerk toen en de kerk nu. We moeten laten zien dat we terug moeten gaan, ik had het over convergentie en divergentie, naar hoe het was het in het begin. God geeft ons altijd wat we moeten weten. Hij schrijft het op, we kunnen terug gaan naar wat God heeft gezegd. Niemand kan zeggen, ik wist niet waar het staat. Het staat in de Bijbel. We zijn in een land waar we, prijs God, het woord toch kunnen lezen. Bepaalde landen mag je de Bijbel niet hebben. En die mensen kennen de Bijbel uit hun hoofd. Hallo. Dag leden. Uit hun hoofd. Apostel, het is 5 van 9 gestoppen. Ik heb mijn hart uitgestort voor u. Wat God me heeft gezegd om met u te delen, dat heb ik gedaan. U heeft gezien, ik heb bijna geen notities gemaakt. Het kwam gewoon wat God me zei om te zeggen, dat heb ik gezegd. En ik bid God dat u iets heeft ontvangen. En ik blijf erbij, dit huis gaat een belangrijke rol spelen in Suriname. Ik blijf erbij. Dus u bent persoonlijk verantwoordelijk voor die verandering, want u bent de kerk. Niet dat gebouw, niet de apostel en zuster Shirley, maar jullie, wij allemaal zijn de kerk. Vader, ik dank u voor uw woord. U heeft me laten zeggen wat ik moest zeggen. Heren, en ik bid dat dit woord, zoals u ons dood in Jesaja 55 leert, niet echt terugkomen. Zal doen wat u het heeft gezonden. Daar vertrouw ik op, ik proclameer het, ik spreek het uit. Heren, en de boze zal het ook niet kunnen stelen in de naam van Jezus. Heren, help uw volk. Help ons, mij ook, Heren, om meer en meer ons te geven aan u. Zodat u ons kunt gebruiken tot de eer en glorie van uw naam. Heerlijkheid. En zielen kunnen winnen voor u. Om zo deze zielen, wanneer u komt, dat ze met u kunnen meegaan. Daar draait alles om. En u houdt ons daarvoor verantwoordelijk. U heeft ons als op aarde opgezet, als uw vertegenwoordigers, als uw lichaam. Om namens u te spreken, namens u dingen te doen. Help ons dat te geloven. U maakt geen onderscheid tussen man en vrouw, groot en klein. En ieder die de Heilige Geest heeft, en ieder kan de Heilige Geest ontvangen, wilt u gebruiken. Dank u, in Jezus' naam. Amen.